Examenbundel hoofdstuk 3, opgave 16. In eerdere opgave is uitgelegd wat gewichtsratio betekent. Het wil zeggen dat je steeds met eenzelfde hoeveelheid vermenigvuldigt. In opgave 16 hebben we het over de Kaapse buffel, nummer 92, met een gewicht van 631 kilogram. En we hebben het over de olifant, waarvan we in de nieuwe situatie het nummer nog niet weten, met een gewicht van 3550 kilogram. In principe is de berekening 631 kilogram keer 1,06 keer 1,06, en dan weten we alleen nog niet hoe vaak, moet uiteindelijk die 3550 kilogram worden. Nou, dit stuk kun je natuurlijk samenvatten met 1,06 tot de macht x. Dus dan krijgen we 631 keer 1,06 tot de macht x is 3550. Omdat er in de opgave staat onderzoek, mag je dit met het grafiekenmenu van je rekenmachine doen. In dit geval doe ik het even met de hand. We gaan eerst delen door wat er voor dit vervelende stukje staat. 1,06 tot de macht x wordt ongeveer 5,62 en dan de rest staat op je rekenmachine. We hebben dus nu gedeeld door die 631. En om dit om te schrijven naar x, je wilt dus de exponent weten, dan kun je het logaritme gebruiken met dit grondtal en deze uitkomst. En dan vertelt je rekenmachientje dat dat ongeveer 29,6 is. En dat mag je afronden naar 30. We zijn er nu bijna. We weten dus nu dat de olifant hier 30 posities voorbij de Kaapse buffel zit. Dat wil zeggen dat die 30ste is de olifant. Zijn er nog 29 over? Tussen 92 en hier was het 95, zitten er ook nog 2, die leven nog. Dus 29 min 2 levende soorten, blijven er nog 27 uitgestorven soorten over.